Goedenavond. Zo, eens even kijken of er nog wat mensen zijn. Hi Nienke. Marijke. Gezellig. Eventjes mijn telefoon goed zetten. Zo, ben ik een beetje in beeld. Nou, kan wel hè. Het gaat hierom. Hallo. Nou, ik heb nog een paar klusjes vanavond. En ik dacht, dat kan ik net zo goed op Periscope doen. Dus ik dacht, jullie willen vast wel even meekijken. Kijk, zo. Dankjewel voor de hartjes. Hallo. Ja, hele leuke klusjes. Hele leuk. Alleen maar leuke klusjes deze week. Wel heel veel, maar wel heel leuk. Morgen is 2 dingen. Mijn zoon is jarig, die wordt 5. En daar ga ik een tractatie voor maken. Oh, ik zal even laten zien. Ja, heel goed. Gezellig. Kijk, een Lego poppetjes hoofd. Maar er moet nog een gezichtje op. Dus dat ga ik je zo even laten zien. Dus dat is de tractatie voor morgen vroeg is dat. En morgenavond is natuurlijk het kerstdiner. Heel veel scholen tegenwoordig zo. En daar heb ik... een kerstboom, kerstboom voor gemaakt. En ik heb lampjes erbij gekocht. Ik dacht, dat maakt het wel helemaal af natuurlijk. Maar hij moet nog versierd worden. Want dit is natuurlijk een beetje kaal. Dus dat gaan we even doen. En nou ja, ik dacht dus, ik laat jullie mooi even meegenieten. En ik heb tegenwoordig hebben we Royal IJs en kant-en-klaar in een potje. Ik hou ervan. Dankjewel. Morgen is het zover. Eindelijk 5. Oh, daar heeft hij al zo lang op gewacht. Hij heeft het er al over sinds die 4 is. Maar goed, kant-en-klare Royal Icing met een potje. Ideaal. Hij is redelijk stevig. Van Renshaw. Maar het is echt kant-en-klaar, dus je hoeft gewoon niet meer de mixer aan te zetten. Je kan gewoon pakken wat je nodig hebt en de rest laat je in de pot zitten. Als jullie vragen hebben, dan stellen jullie ze tussendoor, hè? Dat kan, dat weet je. Goed, ik ga zwart maken, want door je gezichtjes daar wil ik natuurlijk even zwart oogjes en een mondje opmaken. Gelukkig zijn Lego poppetjes niet zo gedetailleerd. Dus dat scheelt weer. Scheelt voor mij weer. Hè? Dus even wat zwarte kleurstof erin. Nou, dat moet snel genoeg gaan. Het is niet zoveel Royal Icing, dus dan heb je ook niet zoveel kleurstof nodig. En een beetje water erbij. Want hij is dus heel erg dik. Hier zou ik niet zo mee gaan spuiten. Dus ik ga hem even een klein beetje... Oh, maar dat gaat wel echt druppelgewijs. Ga ik hem een klein beetje aanlengen. Zodat hij een klein beetje beter te spuiten wordt. Hoe heb je het hoofdje gemaakt? Ja, superleuk. Ik zal het even laten zien. Het is namelijk een grote marshmallow en een kleine marshmallow. En die heb ik samen op een van die leuke stokjes gedaan. Die heb ik in 3 kleuren. Groen, geel en rood. Echte Lego kleuren. En die marshmallow kun je er eigenlijk zo opsteken en die blijft gewoon plakken. Dus daar hoef je helemaal geen chocola bij te doen of weet ik veel wat. Die blijft gewoon plakken. Toen we een heel klein beetje candy, die kleine erop geplakt. De kleine marshmallows die ik had waren iets te groot. Dus ik heb er een stukje afgeknipt. Kijk, zo groot waren ze. Ik dacht, nou, het moet iets kleiner. Die er dus opgeplakt met candy. En toen het hele zootje in de candy gedoopt. Even goed cacaoboter er doorheen gedaan. Zodat je candy wat zachter is. Of wat vloeibaarder is. En nou ja, zo hebben we een aardig Lego hoofdje, dacht ik. Dus dat was wel... Ik kwam dat tegen op Pinterest ergens. Dus ik vond het een leuk idee. Ik zit graag met mijn zoon op Pinterest. Ja, simpel hè, precies. Dus de oven is niet aan geweest. De mixer is niet aan geweest. Hé, hey, als het kan. Je maakt toch iets leuks. Ik vind het goed. Soms moet het ook allemaal niet zo moeilijk zijn. Ik bedoel, wij vieren zondag zijn verjaardag. Daar moet nog een hoop lekkers voor komen. Nou, het kerstdiner komt er nog bij. Soms moet je ook gewoon dingen wat makkelijker maken. Maar het blijft wel een uitdaging natuurlijk. Ik bedoel, ik had ook gewoon een zakje chips kunnen doen natuurlijk. Ook prima hoor, voor moeders die daar... Die dat goed vinden en kinderen die daar blij van worden. Nathan was er vast ook blij van geworden. Maar goed, dit is natuurlijk je hobby. En dat is niet om het mooier te doen als andere mensen. Maar het is gewoon omdat het je hobby is. En je gewoon echt leuk vindt om dit soort dingen te doen. En ik word daar heel erg blij van. Ik hoop dat ik straks nog een mooie foto kan maken. Die ga uiteraard ook op Facebook, zodat je mee kan kijken. Nou, hij is donkergrijs. Heel donkergrijs. En ik vind het goed genoeg. Want uiteindelijk zie je dat op geel natuurlijk ook niet of die nou donkergrijs of dat die zwart is. En dan zit er wel heel veel kleurstof in.
Het is maar een heel klein beetje wat erop gaat, dus dat scheelt. Nou, ik geloof dat ik hier wel redelijk mee kan spuiten. Ik maak hem nog heel ietsje dunner. Nou, ga ik je meteen laten zien hoe ik een spuitzak vul. Dat is misschien ook wel een keer leuk om te zien. Ik heb een kappeler. Koppelaar, hoe je het ook wil noemen. Adapter, wordt die ook genoemd. Gooi ik eronder in. Even de afknippen wat te veel is. Nooit te veel de afknippen, daar ben ik altijd erg goed in. Valt je koppelaar zo er doorheen. Heb je er niks meer aan. Daar gaat mijn spuitmondje op. Oh, ik had nog een kleine. Ik heb een spuitmondje 3. Nooit te klein pakken hoor. Maak je het jezelf alleen maar moeilijk mee. Kun je beter iets groter mondje hebben. Zo. En dan vouw ik een manchet om, zo noemen ze dat. Je vouwt een deel van de zak om, zodat het schoon blijft. En dan gaat daarin de royal icing. Welkom voor degenen die net binnenkomen. We gaan Lego hoofdjes maken, zoals we laten zien. Zwarte kant-en-klare, nou ja, witte kant-en-klare royal icing zwart gekleurd. Donkergrijs, ook goed. Zo. En dan hebben we hier het Lego hoofdje. Wat ik altijd doe als ik iets namaak, is even een echte erbij. Of een plaatje, maar het liefst zelfs een echte. Als ik Hello Kitty boetseer, dan zorg ik dat ik een poppetje heb van Hello Kitty. Dat maakt het gewoon makkelijker om te zien wat de bedoeling is. Ik ga hem even omdraaien, want ik ga dat niet naar jullie toe spuiten, want dan gaat het zeker niet goed. Even kijken of er wat uitkomt. Yes. Een mondje. En twee oogjes. Even kijken goed waar ze zitten. Kijk, een Lego poppetje. Nou, zo makkelijk kan het zijn. Grote marshmallow, kleine marshmallow. Ja, tof hè. Oh, dan moet ik alleen uitkijken niet met mijn vingers tegen die andere aankom. Daar ben ik altijd erg goed in. Een mondje, dankjewel. En twee oogjes zo. Die is nog niet groot genoeg. Kijk. Oh. Ja, dankjewel voor de hartjes en de lieve opmerkingen. Ja, het is super simpel. Niet zo'n grote hap. Ik hou ook, ja, wat 5. Dus we hebben het over groep 2. Het hoeft ook geen hele maaltijd te zijn. Ze doen het ook direct om 8:30. Dus dat is helemaal dat ik denk. Het hoeft niet een mega cupcake. Ja, die is morgen wel blij. Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker dat hij blij is. Nou, hier ook nog even eentje op. En dan ga ik zo de kerstboom even laten zien. Zo. En weer eentje. Dankjewel. Goed, die leg ik even weg. Even zo'n dingetje eroverheen, anders droogt je voorkant uit. Dan heb je er allemaal klontjes in zitten straks. Zo. En dan de koekkerstboom. Ik zal hem even goed laten zien. Dat is zo'n set met allemaal steruitstekers. En kijk, dan zo. Hè. Dan heb ik zo lampjes. Nou, die gaan er even vanaf. Wat je dus eigenlijk gebakken hebt. Ik heb een 1/2 kilo koekjesmix van Funcakes gebruikt. En daar heb ik deze dan mee gebakken. En dan heb ik 7 stervormen gebruikt. En die heb ik allemaal 2 keer gebakken. Dus 2 keer dezelfde maat. Zie? 2 keer deze. Nou, en die stapel je dan gewoon zo om en om, zeg maar. Zodat je echt een leuke boom krijgt. Dus gewoon veel koekjes bakken.
En dan gaan we die met royal icing aan elkaar plakken. Zodat morgen niet onderweg naar school die koekjesboom omgaat. Want dat zou natuurlijk jammer zijn. Zal wel wat voor mij zijn, maar dat gaan we niet doen. Even kijken, ik had een bordje uitgezocht. En nou dacht ik al, ja, die is te hol. Maar ik vind eigenlijk op deze kant mooi, hè. Dus ik ga hem gewoon lekker hierop doen. En dan kan namelijk mijn batterijtje straks onder het bord. En dan kan zo het touwtje erachter. En dan kunnen de lampjes erop. Dus ik ga hem hierop vastmaken. Maar ik moet natuurlijk eerst groene royal icing maken. Dus dat gaan we eerst doen. Zo. Dan is altijd de vraag hoeveel je nodig hebt. Ik ga hem redelijk decoreren. Dus er zal nog wel aardig wat ingaan. Nou. Zo. Als je een keer iets wil lijmen, zeg maar een koekhuisje in elkaar lijmen en het hoeft verder geen kleur te hebben, zeg maar, dan is dit echt de perfecte lijm. Je kan dit echt gewoon zien als cement. Dus je kan hier echt, nou ja, dingen die zeg maar wel uitdagend zijn om vast te lijmen, kan je hier altijd prima mee lijmen. Je blijft het wel zien, dus je moet het een beetje subtiel doen natuurlijk. Nog een schep. Een beetje subtiel moet je het wel doen, dat je het niet zo'n dikke witte plak ergens ziet. Maar dit is echt de beste lijm die je kan hebben. Deksel er weer op, want anders droogt het uit. Zo. Klein beetje water erbij. Druppeltjes hebben we het over. En groene kleurstof. Dit is echt holly green. Kerstgroen. Oh, dat is een hele oude tube. Oh nee, komt er wel uit. De tubes die hebben in het begin een beetje te dikke consistentie gehad. Dus je ziet het wel. Hij is echt dik, maar goed, hij komt er wel uit. Yo. Want het moet wel groen worden. Zo dan. Yes. Dopje er weer op. En dan gaan we roeren. Hij is echt heel stijf. Hij wordt al een mooi kleurtje. Als jullie vragen hebben, mag ik ze stellen. Hè? Ook over andere dingen. Hebben jullie al. Wie komt er morgen of overmorgenavond op Sweetie Night? Vrijdagavond. Van 8 tot 9:30 hebben we proeverijen, demo's, aanbiedingen. Ik ga even kijken. Ik ga de lace nog een keer laten zien. Want daar blijft toch vraag na om dat te demonstreren. Ah, jammer. Feestje bouwen. Ja, Jolien komt hier een feestje bouwen. Jolien is jarig vrijdag en die komt. Samen met je schoonmoeder. Hartstikke leuk. Gezellig. Ik ga dus de lace demonstreren. Ik ga de airbrush demonstreren. En wat ga ik nog meer doen? Ik ga de airbrush demonstreren op de taart voor mijn zoon. De drie kleuren adapter ga ik nog een keer doen. Ah, je moet gewoon je taart hier komen maken, Mirjam. Is veel leuker. En ik ga nog wat dingetjes met gumpaste en verstevelde fondant doen. Een paar leuke tappets voor kerst ga ik laten zien. En even kijken. Lonneke gaat nog iets met royal icing, iets nieuws laten zien. En we hebben ook heel groot nieuws over Wilton. Wat er allemaal gaat veranderen en wat er nog bij komt. Dus... Welke icing is dit? Dit is kant-en-klare royal icing van Renshaw. Ideaal. Ja, die wil ik er ook bij zijn. Ja, je moet gewoon even een uurtje vrijmaken. Je kan niet altijd maar klussen. Net de sleutel gekregen van je huis. Leuk hoor. Maar je moet gewoon eigenlijk eventjes komen. Dat is gewoon eigenlijk wel een must. Als vaste klant kun je dit niet missen. Ja, ik vind het wel. En je kan best 's avonds later doorklussen. Ik ben om 9:30 zijn we hier klaar. Ik ga gewoon weer naar huis. Ik doe nog een beetje felgroen erbij, want ik vind hem anders een beetje tam worden. Dat vind ik een beetje jammer. Zo. Goed zo. Hoe lang moet je de olie ongeveer bakken? Knosje, wat is het knapperig? Ja, iets korter dan. Ik weet het echt niet, Jolien. Ik heb geen ervaring met oliebollen bakken. Wat staat er op de verpakking dan? Oh, er komen steeds meer mensen bij. Wat gezellig. Zo. Nou, ik vind het een mooi kerstkleurtje groen. Vinden jullie ook? Dus kant-en-klare royal icing. Waarmee we een kerstboom in elkaar gaan plakken. Ik ga hier ook mooi een spuitzakje mee vullen.
zul je altijd zien. Dan denk je dat je alles klaar hebt gelegd. En er zaten altijd heel veel koppelaars in mijn spuitzak. Maar... jammer. Ja, we gaan het zeker weer doen. Vraag er maar vaak om. Dan komt het vanzelf weer. We vergeten het af en toe. Maar nee, zo'n avond komt wel vaker. En de meeste dingen willen we ook in de winkel vaak wel laten zien, hoor. Maar dan moet je eventjes even overleggen, zeg maar. Nou ja, weet je wat ik hier... Dit gaat in een spuitzakje en ik ga het op elkaar lijmen. En dan... leuk. ik ga toch even een koppelaar zoeken, want ik ben zo terug. Ik dacht echt dat ik alles klaar had liggen, maar altijd, hè. Even kijken. Deze gooien we er ook weer in. Zo, even het laatste stukje eraf knippen. Spuitmondje erop. De ring om hem vast te draaien. Even een manchette omvouwen. Zo. En dan kan de groene icing erin. Ik heb hem dus met een klein beetje water aangelengd, zodat hij iets minder dik is. Maar ik wil hem wel redelijk stevig hebben. Oeh, ik zie nog het wit. Dat mag natuurlijk niet. Zo. Maar vrijdagavond dus, Sweetie Night. Wordt hartstikke gezellig. En wat hebben we al gebakken? We hebben American Chocolate Cookies gebakken met witte chocolade chunks. We hebben al haverkoekjes gebakken. Maar als het goed is, is Lonneke vanavond de chocolade fudge pie aan het bakken. Die wil je ook echt proeven. Kerstkrantjes, moet ik nog even kijken of dat lukt. De ijsing wordt hard als je klaar bent. Dus hij wordt in principe hard. Zo hard als die paddenstoeltjes van vroeger. Ken je dat? Van die paddenstoeltjes, van die suikerpaddenstoeltjes. Die hadden ze altijd bij de supermarkt, geloof ik. En dat wordt het eigenlijk. Het is dus hard, maar niet zo hard dat je je tanden opbreekt. Ja, die stevigheid, dat is royal icing. Dus je kan er heel mooi mee lijmen. Je kunt er ook heel mooi koekjes mee versieren. Nou, dat gaan we nu eigenlijk ook doen. Maar ook gewoon één laagje erop, zeg maar. En dan... een beetje dat likkoekjes idee van vroeger ook. Zo, een beetje de lucht eruit. Knijpen naar boven. En dan alles weer naar beneden. Ik ga hier even een elastiekje opzetten. Ja hoor, ja. Ja. Nee, je maakt hem gewoon even iets dunner. Dus dat kan zeker wel, ja. Goed mengen en dan komt het goed. Why is the green green? I'm making a Christmas tree. It's a Christmas tree. So that's why it's green. Oh, dan gaat hij weer los. Ik ga het wel gewoon in het Nederlands doen hoor. Want daar beginnen we niet aan in het Engels. Zo. So, nou, kijk, daar gaan we. Eerst even hier een goede laag op. Want hij is net ietsje dieper. Nou. Dat wordt nog flink knijpen zo. Misschien toch nog een grote spuitmondje pakken zo. Nou, het zult er doen. Kijk eens. De eerste koek gaat erop. Ja. Dan zit hij mooi vast op het bordje ook. Hè? Ook heel belangrijk dat hij er niet vandoor gaat. Nou, dan vervolgens maak ik hier even een mooi cirkeltje. Zo. En de volgende gaat er dus. Dakpansgewijs noemen ze dat, geloof ik, erop. Zo. Even kijken, het volgende maatje. Zo. En de volgende. Vanmiddag samen met mijn zoon de koekjes gebakken. Heel leuk om samen te doen.
Wat kost die sterren uitsteekset? Ik kan het net niet lezen vanaf hier. Volgens mij 9 euro. Dat is echt superleuk. En de grootste 3 heb ik niet eens gebruikt. Want nou ja, dan weet hij me gewoon te groot. Welke icing is het? Het is deze. De Rancho. Oh, kant-en-klaar icing. Je kan het ook zelf doen, hè. Je kunt met eiwitpoeder en poedersuiker. Kun je zelf royal icing maken. Dat is de goedkoopste versie. Voor de rest hebben we van Funcakes een zak waar je alleen water aan toe hoeft te voegen. Maak je het ook zelf. En dit is uiteindelijk hebben we, of eindelijk hebben we, na al die jaren, een kant-en-klare royal icing. Nou ja, is gewoon makkelijk, weet je. Je hebt niet zo superveel nodig, dan hoeft die mixer niet aan. Ik zei het al, ik hou ervan. Niet alles hoeft zelf gemaakt te zijn, toch? Er was al genoeg zelf gemaakt aan deze boom. Zo. De volgende. Funcakes koekjes mix. Ik heb 1/2 kilo gebruikt. Kon ik mooi deze boom mee maken. Een paar kleine koekjes voor de kinderen natuurlijk. Want dat kan niet, hè. Koekjes bakken dat je niks mag eten. Dat is niet fijn. Zo. En dan heb je mooi in elkaar zitten. De volgende nog. Ja, leuk is die, hè. Ik zie allemaal hartjes. Dankjewel. Mis ik nog koekjes? Nee, deze moeten op. Zo. Zo. En straks doe ik de laatste, die zet ik nog zo rechtop. Maar ik heb achter nog 2 koekjes liggen, volgens mij. Hoop ik. Dus die komen er nog bovenop. Ja, hij is superleuk bij de koffie. Je breekt hem lekker in stukken. Iedereen pakt er een stukje van. Het is echt wel een pronkstuk. Hartstikke leuk. En ik heb dus nog deze. Ik zal het nog even laten zien. De lampjes die komen er straks nog zo omheen. Tegenwoordig kun je bij tuincentra en zo. Kun je echt van die hele simpele lampjes. Het is echt maar een ijzerdraadje met een paar lampjes eraan halen. Nee, die maken het dan straks helemaal af natuurlijk. Goed, dan gaan we hem versieren. Ik heb mijn zoon laten uitkiezen wat hij erop wou. Nou, hij wou deze prachtige sterretjes van PME zijn die aan alle kleuren. En hij wou heel graag de gouden sterretjes erop. Nou, die gaan we er ook op doen. Dus dat gaan we eens eventjes voor elkaar maken. Ga ik even een ander spuitmandje gebruiken, want dit gaat me iets te zwaar. Zo. Ik had net spuitmandje 5. Voor het Lego poppetje had ik 3. En dit is nummer 352. Het is een blaadjesmondje. Even kijken wat ik er precies mee ga doen. Beetje improviseren natuurlijk. Ja, ik ga er gewoon mee heen en weer. Even kijken of ik het kan laten zien. Nog eventjes wat bedenken. Zo. Kijk, zo ga ik elk uitsteekseltje, zeg maar, gaan we eventjes een beetje van groen voorzien. Nou, als het goed is, komt het zo ook aan jullie kant zichtbaar. Het gaat er eigenlijk gewoon een beetje om dat het er groen uit gaat zien. En het mooie van royal icing is dus dat het zo mooi plakt. Dat je straks al die deco er zo in kan zetten. En dat het mooi blijft zitten. En het is ook nog wel lekker. Het is een zoete substantie. Een beetje glazuurachtig. Dus kinderen gaan dit ook wel lekker vinden op hun koekje. Het is dus voor het kerstdiner van mijn zoon. Die morgen 5 wordt. Oh, wat heeft hij daar een zin in. En ik ook. Leuk.
En het kerstdiner. Kijk. Ja, leuk is die. Ja, dankjewel voor de hatjes. Het is wel erg leuk om te doen dit. Dankjewel met de felicitatie. Voor de felicitatie. Nou, zo ben ik nog wel even zoet, zie je. Icing wordt hard, maar niet zo hard dat je het niet meer kan eten, hoor. Nou ja, wat ik zei, die paddenstoeltjes van vroeger, die kun je daar prima mee vergelijken, zeg maar. En dat is goed te doen. Zo, ik zal even een paar mooie sterretjes erop doen die mijn zoon erg graag op wil hebben. Het zijn kerstdiner, dus... Kijk, zo gaan we hem dan versieren. Dan ga ik hem even afmaken. Hebben jullie nog vragen? Over de boom of over de Lego poppetjes? Voor degenen die later ingeschakeld zijn. Bedankt voor de hartjes. Oh, wat leuk. Met marshmallows hebben we dus een Lego hoofdje gemaakt. Vooral niet opbergen. Van de Royal Icing worden je koekjes even zacht. Want het vocht trekt uit de Royal Icing in je koekjes. Vooral niet opbergen. Dankjewel. Bedankt voor de felicitaties. Vooral niet opbergen zodat het vocht weg kan, zeg maar. En dan droogt het vanzelf weer op en dan wordt het harder. Koekjes hoeven natuurlijk ook niet keihard te zijn. Maar nou ja, op deze manier. Ik zet hem vooral pas koekjes met rode icing berg je pas op. Dankjewel. Berg je pas op het moment dat het echt helemaal droog is, zeg maar. En wat je nog kan doen is als je het in een koektrommel doet. Dit past niet meer in een koektrommel, dus het gaat er ook niet meer in. Dankjewel. Als je ze opbergt, wel in een koektrommel, even een laagje rijst en dan een bakpapiertje erop en dan daar je koekjes op. En dan de rijst absorbeert dan het vocht, zeg maar. Dus dan heb je daar geen. Gaat het niet in je koekjes zitten. Eerst wel natuurlijk, maar later dan minder. Ja? Nou, ik decoreer nog even verder. Ik ben nog wel even zoet, denk ik hier. Ja, dankjewel. Leuk. Ja, ik zal straks een foto online zetten. Nou, ik denk dat het morgen wordt. Maar ik ga hem zeker online zetten. Dankjewel voor de felicitaties allemaal. Ja, er komt dus nog meer. Ik ga dus nog allemaal leuke dingen maken voor zijn Lego feestje. Want hebben we hebben zondag een Lego feestje. En die ideetjes en dingetjes, daar komt op de Sweetie Night ook van alles voorbij. Dus daar kun je ook van allerlei dingetjes alweer zien die ik daarvoor ga maken. Goed, heel erg bedankt voor alle hartjes. Ik wens jullie een fijne avond. Bedankt voor het kijken. Ga je dat ook scopen? Ik ga wel even scopen vrijdagavond, maar niet de hele avond. Want als de keten hier vol staat, dan wordt het hem niet, zeg maar. Twijfel nog. Maar in ieder geval, begin van de avond kom ik eventjes. Ga ik jullie lekker maken om hierheen te komen. Doei doei. Oh, dan gaat hij weer niet uit.